sta hier met, wil je jezelf voorstellen? Ik ben Steven Leeuwerink, een van de oprichters en organisatoren van Madness. En hoe lang doe je dit al, oprichters, vanaf het begin? Vanaf het begin inderdaad, dit is de 11e editie. 11e. Ja. Wat zijn jouw werkzaamheden als oprichter en organisator en alles? Als organisator heb je sowieso met alle aspecten van het festival eigenlijk te maken. Dus van de muziek tot sport tot website tot financiën. Mijn muzikale hoogtepunten zijn denk ik sowieso jaar 1 dat ik zelf heb opgetreden met mijn ska-punk bandje. Een jaar dat Jai the Cat op een reggae nummer zei dat ze nog nooit zoveel crowdservice in hun leven hebben gezien. Nice. En gisteren met Tusky stonden we allemaal vooraan in de pit. Dat is ook een mooi. Wat is jouw ultieme madness gevoel? Dat is een combinatie van een actieve dag met net even surfen en daarna compleet losgaan op allemaal leuke bandjes die niet te bekend zijn, maar toch nog gewoon wel echt een goede vibe brengen. Ja. Nee. Ben je al vaker op madness geweest? Ja, zeker. Ik denk dat dit, als het nu 11 jaar bestaat, ben ik 11 keer geweest. Ik ben echt eigenlijk vanaf de eerste editie erbij geweest. Vet. Ja. En gewoon 11 jaar blijven komen? Ja, zeker. Ja, het is een nieuwe traditie. Ik kwam echt eerst met één beste vriendinnetje. En nu zijn we met een groep van 22 of zo. Dus, vet. Ja.